En is er een probleem voor Team Zwitserland? Want Verstappen rijdt gewoon het gat helemaal dicht. Verstappen, gaat hij dan de hoofdrace winnen vanaf de 16e plaats? Is er een probleem met de auto van Team Zwitserland? Hier mag hij niet inhalen. Daar hangen gele vlaggen. Aan het eind van het lange rechte stuk moet dat kunnen. Er is een probleem. Die auto is stuk. Die auto is gewoon kapot. Die rijdt heel erg langzaam. Jos, rustig wachten. Je kan er dadelijk vanzelf ergens voorbij. Niks aan de hand. We gaan die race winnen. We stappen aan de leiding met nog een halve ronde te gaan. De auto van Team Zwitserland is stuk. De snelheid is eruit bij Team Nederland. Jos Verstappen gaat deze wedstrijd op zijn naam schrijven. Met nog twee bochten te gaan. Gaan we hier winnen? Dat kan niet meer fout. Het kan niet meer fout voor Team Nederland. De pech die we in de eerste race hadden, die heeft het geluk heb je dan in de tweede race. Jos Verstappen, nog één bocht. Nog één bocht en dan wint Nederland voor het eerst een race in de E1 Grand Prix serie. En daar gaan we over de finish. Jos Verstappen vanaf de 16e plaats wint hij hier gewoon een wedstrijd E1 Grand Prix.